Ik ben best wel een harde, pittige dame. Een Brazilian bitch. Ja, dat kan ik wel zeggen, ja. Elke tatoeage heeft zijn eigen verhaal. In Heet van der Laat komen bekende tattoo-liefhebbers bij mij thuis op bezoek om over hun tatoeages te praten. Waarom heb je dat plaatje gezet en waarom op die plek? Dit is geen afscheid. In deze aflevering spreek ik met singer-songwriter Sarita Lorena, die haar Braziliaanse roots duidelijk laat horen in haar R&B en Latin music. Bij het grote publiek is ze bekend geworden met de beste zangers en in de dramaserie Santos maakte ze een uitstapje naar het acteren. Hallo. Hoi. Nou. Ik had gelezen en gehoord dat je een stukje Braziliaanse roots hebt. Ben je ook in Brazilië getatoeëerd of niet? Nee, maar wel door een Braziliaanse tattooartiest. Wat heeft hij voor je gemaakt? Hij heeft deze gemaakt. Een soort rozen. Ja, twee rozen. Twee rozen. In het soort wit. En dat staat voor mijn ouders. Een mannetjesroos en een vrouwtjesroos. Ja. Een vadertje moederroos. Ja, klopt, ja. En wat heb je allemaal nog meer? Ik zie even kijken. Op je de Braziliaanse omtrek. Ja. Ik moest alleen... Andersom, naar jou toe ligt die je klopt. Hebt hem gemaakt. Dat is ook wel altijd helemaal niet meer leesbaar. Nee, klopt. Ja, want meestal vind ik dat raar. Dat ja? Wat dingen op zijn kop staan... Je gaat toch niet de hele dag zo naar je eigen tatoeage? Ja, maar ik ga toch niet de hele dag zo naar mijn mensen laten. Nee, maar dat kan ik begrijpen, want anders is hij helemaal niet meer te lezen. Ja. Met je hoofd anders omdraaien. Er is een periode geweest dat iedereen een klein tatoeage andersom wilde. En dan gaat alles in volgorde andersom. Dan sta je op een gegeven moment helemaal op je kop. En ik heb zoiets van, ja, maar je doet toch ook niet je... Klopt. Huisnummer aan de binnenkant van je brievenbus. Ja, different strokes for different folks heet dat. Heel mooi gezegd. Ja. Ja. Dit heb ik trouwens met mijn moeder gedaan. Dat was mijn eerste. Het is een pijl met veren. Ik was net 18. En ik had heel lang mijn moeder gevraagd om een tatoeage. En ik mocht het niet. Mijn opa en oma, die zijn gewoon best wel streng. Dus die hadden altijd een bepaalde stigma rondom tatoeages. Dat tatoeages is iets... Religieus ook, die mensen. Hele religieuze mensen. Dus mijn moeder heeft dezelfde tatoeage, maar dan spiegelbeeld. Ik denk dat zij zelf gewoon dat altijd wilde, maar het niet durfde te doen. En aangezien ik dan met het idee kwam, heeft ze gewoon heel goed erover nagedacht. Die mensen zijn opgegroeid in Brazilië zonder dat daar ooit, tot voor halverwege de 80e jaren, waren daar geen tatoeëerders. Het was toen nog eigenlijk bijna pionierswerk. Maar je woont al heel lang hier, toch? Klopt, ja. Ik ben daar wel geboren en getogen. Okay. Ik heb tot mijn negende dagen. Behoorlijk stuk Brazilië meegemaakt. Ja, ik ben in de jungle opgevoed. Dus, ja. Dus jij zwemt tussen de piranha's en dat soort dingen? Nou, we hadden wel piranha's, ja, dat wel. Ander, je hebt een stuk Nederland meegenomen in klopt. Die event. Ik ben wel verkaasd, ja. Je bent wel Indiaan, maar een klompen. Ja. Precies, ja. En wat heb je hier ook nog een heel verhaal? Dit is Sikje on the Beat. Ik ben weduwe geworden 2 jaar geleden. En mijn overleden partner, hij was producer. Okay. En dit was zijn producer tag. Maar dan ben je al heel jong weduwe geworden, lieve schat. Klopt, ja. 25 was ik, ja. Jezus. Ja, dus... Ik heb geen idee wat ik daarbij moet voorstellen hoe zoiets werkt, maar... Ja, moeilijk, zal niet makkelijk maar... zijn, ja. Laten we het zo zeggen, er worden niet dingen zomaar in je leven gezet als je het niet aan kan. Zo probeer ik in ieder geval naar te kijken. En dit is de manier hoe ik hem altijd heb vereeuwigd. Nou, heel goed. Ja, dan krijg je geen spijt van. Daarom. Heb je nog even in de kille? Ja, deze. Dat is mijn alter ego. Ja, ik ben natuurlijk singer-songwriter, dus ik schrijf in meerdere stijlen. En vroeger om een beetje mijn stijlen te differentiëren, had ik mijn stijlen in 2 namen gesplitst. Dus de ene heet Lori, dat is deze. En de andere heet Rita. Rita is iemand die wat serieuzer uitgesproken is over serieuzere onderwerpen. En Lori is wat meer uitgesproken over haar seksualiteit, over gesprekken of eigenlijk onderwerpen waar weinig mensen over durven te praten. Dus je schrijft eigenlijk als 2 verschillende personen dan? Ja, eigenlijk wel, als je het zo zegt, ja. Ja, wij moeten tot mijn grote schande zeggen dat ik het helemaal niet naar iets geluisterd heb. Maakt niet uit, echt. Dus ik ben een oude country en western man. Ja. Dus ik wou, mij is alles Johnny Cash. Dat maak ik niet, maar ja, ik maak verschillende stijlen en dan dit is dan... mijn alter ego waar ik het meeste mee schrijf. En ik heb deze ook nog.
Dus een slang met... met bloemen. Ja. Ook in Rotterdam? Nee, Griekenland. Oh? Ja, ja, het was de slechtste vakantie van mijn leven. Toen is tijd een vriendje waar het eigenlijk helemaal niet zo goed... we konden niet zo goed door één deur. En ik had hem uiteindelijk gelaten in een hotel. En ik dacht, weet je, ik ga mezelf belonen voor het... een bezitterig type of zoiets. Nou, ik wil niet bezitterig zeggen. Een beetje wat meer aan de vrouwelijke kant, zeg maar. Ik voelde wat meer mannelijk als met hem. Dus, jij voelde je meer mannelijk? Ja, ik voelde me meer mannelijk met hem. Dus hij was heel gevoelspersoon. En ik ben best wel een harde, pittige dame. Een Brazilian bitch. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Snake is wel mijn lievelingsdier. Dus dat is wel... En het staat natuurlijk ook voor... Hè, vernieuwing, verandering. Verandering van huis, hè? Ja, vooral. Dus, maar ook bijbels, als slang van het verraad. Die kant heb je natuurlijk ook. Het slang heeft nog steeds echt gewoon een slechte naam vanwege zijn rol in de bijbel. Maar ik vind dat niet, zeg maar. Terecht. En dan ben ik benieuwd, want wat is de gekste plek waar je ooit tatoeage hebt gezet? Meestal maken we daar een grapje over. Zeggen we hier thuis of nee, nee. Ja, maar gewoon echt op iemands lichaam. In de armpit, dus echt hier in de oksel. Ja, dat zijn wel rare plekken. Ja, of sommige mensen ook in de oog. Wit. Ik vind dat best wel heftig. Ja, dat zo. Dat hoeft van mij niet. Er zijn meerdere dingen hoor dat je denkt, daar begin ik niet aan. Ja, in het begin, toen we nog alleen waren, was die gay scene nog heel heftig voordat de HIV uitbrak. En dan kwam er wel eens iemand binnen die zijn hele leuter wilde veranderen in iets aardigs. En dan denk je, hallo zeg. Hele kunstwerk dan. Ja, het is een onhandig stukje vlees om iets op te tekenen. Kan ik me wij zeiden, ja, sorry, maar wij doen niet aan miniatuurwerk. Dan waren ze meestal heel erg beledigd. Ik heb in het begin wel eens een keer een Engelsman die wilde kiss this op zijn eikel hebben. Die heb ik getatoeëerd. En die werd door 3 van zijn vrienden in de stoel vastgehouden, omdat ik bedoelde dat het... Maar het is op zich een gevoelig stuk vlees. Maar als het niet in zijn gevoelige stand is, dan valt het reuze mee. Nee, maar ik vraag me dan af, krijgen die mensen daar geen spijt van of zo op een gegeven moment? Ja, wat dan? Dan moet je het licht uithouden. Ja, maar ja, op een gegeven moment zie je dat ook toch elke keer als je naar de wc gaat, dan zit het toch wel... Nou ja, ik heb er geen last meer van. Ik heb een buik eroverheen. Nee, maar heb je wel tatoeages waar je spijt van hebt? Nee, ik ben niet zo'n mens wat met spijt leeft. Okay. Ik ben altijd wel bezig met wat ik nog moet doen en niet wat ik allemaal al gedaan heb. En ik moet eerlijk zeggen, allebei, mijn vrouw en ik, hebben best wel een behoorlijk leven geleid. En als we ergens spijt zouden hebben, dan zou de verzameling spijt net zo groot zijn als de verzameling leuke dingen is hier nou. Nou, ik moet zeggen, dus dat is een hele leuke verzameling. Dan kom je niet meer. Je hebt het zelf over een stuk verdriet wat je hebt meegemaakt. Als je dat je leven verder laat bepalen, kom je ook niet verder. Klopt. En degene die je ontvallen is, zal dat ook niet altijd. Die wil waarschijnlijk ook dat je gewoon een grote meid bent en niet. Toch? Gelijk. Ja. Zo is het. Kijk eens wat ik voor je heb, lieve schat. Dank je wel voor het geweldige gesprek. Nou, dank je wel voor een caipirinha. Rechtstreeks uit Brazilië. Cachaça. Laten ze autootjes oplopen ook. Dat is een soort benzine. Proost. Ja, godverdorie nog. Ja. Nou. Kan ze wel hoor. Moet op.